Oké, daar gaan we. Hebben we geld? Ik niet. Heb jij de portemonnee? Nee. Heb jij de portemonnee? Ik heb mijn eigen portemonnee. Laat iedereen naar de portemonnee binnen liggen. Waarom doe je dat, Martien? Omdat ik het zo zat was met jullie daar binnen. Jezus. Een dagje naar de stad. Moet je kijken wat een getier. De volwassenen zitten chagrijnig in de auto. Een slecht begin voor een gezellig uitje. Weet u de weg naar het station? Ik ben het aan het uitzoeken voor jou. Route naar Allee de Seto wordt gestart. Gelukkig weet de kleine Claire de stemming er weer in te krijgen. Hey, Pippi Langkous, vallerop, sasa. Hey, Pippi Langkous, zit het jouw eigen zin. En zo is het. En niet anders. Toch is Pippi nog steeds Pippi's mijn voorbeeld in het leven. Oh, doe zo. Ja. Nou, ik vind het gewoon een geweldig mens. Weet je nog, Mart, dat wij naar die party gingen? Jij als kapitein Haak. Ja. Met een lapje voor en een haakje hier, helemaal zelf gemaakt. En ik ging als Pippi Langkous. Ja. Met de hele ijzerdraad hier zo in. Ja. Zo leuk. Met zijn thema was dat, een feest met zijn thema. Waar gaan we naartoe? Naar de trein. Claire, denk je dat het eng is in de trein? Nee, niet. Zie je wel. Gisteravond zei ze tegen mij, ik vind het eng. Ja, ik ga toch maar stoppen, want... Toch doorgepakt, hoor. Nee, want... Het was te lang oranje. Doet oma stom. Hé? Hoezo? Oma stom. Oma is stoppen. Ja, maar het is toch rood? Het is toch rood, Claire? Dan moet je toch stoppen? Nee hoor, kind. Je hebt gelijk. Nou ja, zeg. Is oma stom? Ja. Nou, bedankt. Wat is het in de keuken? Keuken? Je moet in de keuken, oma. Moet ik in de keuken? Ja. Nou, laten we dat maar niet doen. Nee, we krijgen helemaal geen eten. Brieven ligt ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Limoges. Om lekker stressvrij te reizen en ook een glaasje wijn te kunnen drinken, gaat de familie heerlijk ontspannen met de trein. Is dit hem? Dit is hem. Is dit hem al? Het is de trein naar Toulouse en dan stappen we uit in Brieven. Hier is het. Oma zei toch allemaal stoeltjes en er zitten allemaal mensen op. Dit is een tafeltje. Leuk, hè? Kijk, en dan kan je ook nog zo doen. Dan heb je een groot tafeltje. Maar straks gaan we heel hard, hè? Hey. Gaan we heel hard. De afgelopen anderhalf jaar heeft de familie het château nauwelijks verlaten. Ze hebben geen idee wat de omgeving eigenlijk te bieden heeft. We zijn er. We moeten eruit, jongens. Kleertje, geef mee. We gaan naar de markt. Maar ik heb helemaal het idee alsof ik op vakantie ben. Ik ook. Lekker die zon. Hij voelt hier heel anders. Gaan wij links of gaan wij rechts? Ik denk dat wij zo gaan. Centreville, rechtsaf. Oh. Zie je dat? Daar. Oh. Dan moeten we daarheen. Moet ik even op mijn navigatie? Nou, we gaan eerst wel oversteken, want het is nou net... Oh. Het is rood, hoor. Wat raar, het is weer rood. Oh, die man durft. Zo. Brieven is een klein, typisch Frans stadje met nauwelijks 50.000 inwoners. Ondanks corona is het er vandaag gezellig druk. Nou, ik zou je zeggen, wij kwamen hier aan, het voelt als vakantie. Ja, het voelt als vakantie. Die zon is ook lekker. Als je niet werkt, dan is het lekker die warmte. Ja. Heerlijk, om gewoon even te winkelen, even te shoppen. Eruit te zijn. Ja, maar echt ook sinds wij hier aankwamen, dus zo lang geleden. Toen hebben wij eigenlijk alleen maar Limoges stad gezien. Ja. En verder nooit ergens geweest. En we hebben nog een paar dagen voordat natuurlijk Peter komt met de grote vrachtwagen. Dus we dachten, wij gaan toch een keer met de trein naar Brieven. Ja. We willen wel eens een keer nog even gauw wat zien voordat we weggaan. Nou, eigenlijk doen de normale mensen doen dit zeg maar om het weekend of zo, even leuk zo naar de stad. Nou, om het weekend doen mensen ook niet, hoor. Maar niet nou, heel veel mensen gaan er heel vaak op uit. Als ze in het weekend, ze hebben hard gewerkt door de week, en dan gaan ze in het weekend wat leuks zoeken. Nou, wij werken natuurlijk alleen maar hard, ook het weekend. Ja. Zo klaar mee. Ik heb het gezegd tegen haar, als we in Hengelo aankomen, ik ga het eerste half jaar niet met een verfkwast of een hamer of een zaag lopen. Dat doe ik niet. Jij mag ook geen verfkwast meer. Ik denk dat dat sowieso voor iedereen beter is als je het niet doet. Ja. Nou, ik weet het alweer genoeg. Zullen wij ergens gaan lunchen? En toch kan Martien het klussen niet laten. Al wandelend doet hij inspiratie op voor een nieuw project. Dat is water. Dit doen wij ook in Hengelo. Dit geeft sfeer. Dat geluid van het water. En dat komt uit dat mondje van deze meneer.
Dit was mama in de tijd dat we altijd uitgingen. Op zondagmorgen, dan was mama ook altijd dit aan het doen. Als ze wakker werd. En dan zei ik altijd, heb je zin in een makreel? En dan deed ze net als deze kop. Weet je nog? Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.